prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb vandaag de hele dag niet gevlogd. Want ik heb allemaal huiswerk dingen gedaan en aan video's gezeten en gewoon niet interessant. En de rest van de week ga ik wel nog wat interessante dingen doen die ik kan filmen. Dus ik dacht, vandaag sla ik het even een beetje over. Ja, ik ben nu eigenlijk wel een beetje klaar met alles. Ik ben officieel eigenlijk, ik vind dat ik niet goed mijn best heb gedaan vandaag. Ik had allemaal dingen op mijn planning staan. Heb ik allemaal gedaan, maar allemaal een beetje half. En voor de verandering wilde alles weer niet meewerken. Mijn hoofd wilde weer niet meewerken. Ik merk gewoon heel erg dat ik een beetje in een soort van sleur zit in mijn leven. Dat ik elke dag een beetje hetzelfde doe. En dat ik daar af en toe gewoon even helemaal klaar mee ben. Maar gelukkig ga ik volgende week naar New York. Dus dan kan ik weer eventjes tot mezelf komen en lekker genieten van die week. En dan kan ik hopelijk weer een keertje meer doen op een dag. Want ja, maar goed. Ik wil in ieder geval van deze vlog weer niet zo'n depri-vlog maken waarin ik alleen maar aan het zeuren ben. Dus laten we dat gewoon ook vooral niet doen. En laten we alleen dit even als gezeur erin laten. En verder gewoon een superleuke weekvlog maken. Ik ga wel de weekvlog minder lang maken dit keer. Of tenminste minder dagen vloggen. Want ik ga zondag op vakantie. Dus ik denk dat ik tot vrijdag ga vloggen. Voor New York komt er natuurlijk een aparte vlog. Waarschijnlijk wordt dat gewoon één vlog. Want ik heb niet zo heel veel. Ja, ik weet niet. Ik vind elke dag vloggen toch minder overzichtelijk voor jullie. En het lijkt me gewoon leuker om een weekvlog van te maken met gewoon hele toffe beelden. En ja, er gewoon een hele toffe video van te maken. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Oh my god. Ik heb een nieuwe favoriete YouTuber. Oh my god. Check it out. Oh my god, haar video's zijn echt zo, zo leuk. Hallo, het is vandaag dinsdag en ik ben vandaag bij een heel leuke persoon thuis. Namelijk Ivar. Nou, ik denk dat heel veel van jullie hem wel kennen. Mocht je hem niet kennen, hij heeft een heel leuk YouTube kanaal. Ik maak liedjes. En hij maakt liedjes. En ja, vandaag, gaan we samen een cover opnemen. Ja, kan ik al zeggen welke? Mogen ze toch wel weten. Ja, in mijn weekvlog zie je het sowieso al. Ja, dus dan mogen ze wel weten. We gaan Rewrite the Stars van The Greatest Showman. Heb je hem gezien? Nee, erg hè? Buiten. Weg, ja. Wegwezen. Nog geen tijd voor gehad. It will change your life. I know. Ik moet het echt nog doen. Ik wil er ook echt heel graag heen. Dus. Maar ja, dat komt helemaal goed. Nou, wij gaan. Nee, ik ga vandaag lekker zingen. Ja, ik heb al ingezongen. Ja. Hoi, welkom bij Neusvleugel TV. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. Kijk, dit kan ik in mijn thumbnail zetten. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. Wij klinken zo goed samen. Kijk, allebei twangers. Ja, inderdaad. Oh. Die laatste, say that it's possible. Maar die moet ik in mijn kop zetten. Want die krijg ik echt niet zo hoog. That's just first try. Echt kapot hoog, ja, hè? Maar hoezo kan zij dit en ik niet? Ja, is it impossible? Ik word er ook zo zenuwachtig van. Ja, die kop zo, als ik het uit je handen heb. Ik raad het jullie helemaal aan om te komen zingen bij Ivar. Want als je bij Ivar komt zingen, dan krijg je dit. Spon. Er gratis bij. Ja, pizza. Het is altijd bij mij een pizza-traditie als de mensen komen inzingen. Ja, dus kom vooral inzingen met z'n allen. www.inzingenbijiva.nl. Ja, nou, dan gaat al je geld ongeveer naar die pizza's, denk ik. Maar hoe kan je het inzingen? We zijn al klaar, hè? Ja, we zijn al helemaal klaar. Nou ja, jij niet. Ik ben helemaal klaar. Mixen. Maar het wordt heel tof, denk ik. En over 2 dagen zien jullie mij weer. Ja, want dan gaan we de clip filmen. De clip. Ja. De video. Nou, ik sta nu op Amsterdam Centraal en ik ga zo meteen naar huis. Het was echt een hele leuke dag bij Ivar. Overmorgen gaan we een video opnemen samen. Maar in ieder geval ga ik nu zo meteen naar huis. Ik ben erg moe. En ik moet thuis nog even video's uploaden. En dan, ja.
wel echt een heel leuk dagje gehad. En het licht is hier echt verschrikkelijk, maar oké. Oh, ik zit helemaal te trillen. Ik kreeg net echt een lijpe paniekaanval, want ik was mijn camera kwijt. Ik pakte mijn hoesje en mijn camera zat er niet in, dus ik zo... Fok, waar is die? Want toen bedacht ik me opeens van, oh, op Amsterdam Centraal had ik een stukje gefilmd. Straks heb ik hem daar laten liggen. Maar dat was gewoon echt een domme paniekaanval voor niks, want ik had hem gewoon op mijn bed gelegd. Maar ik dacht echt, fuck. Ik dacht ook altijd, kan toch helemaal niet? Maar oh my god, zo dom. Ik ben echt heel dom. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En vandaag ga ik eindelijk mijn nagels laten doen. Echt, ik ben zo blij. Het is niet normaal. Ik ben er helemaal klaar mee. Er is gisteren ook weer een nagel afgepleurd. Dus het is nu echt tijd dat we het gaan laten doen. Had ik echt al 2 weken geleden willen doen. Maar oké. Ik ga nu eerst even mijn outfit laten zien. Het doel is zeg maar om het zo in mijn systeem te krijgen dat ik aan jullie in elke week vlog elke dag mijn outfit ga laten zien. Tot nu toe is dat alweer helemaal mislukt. Maar ik moet er gewoon even aan denken. Want ik vind dat wel heel erg leuk. Ik zie er trouwens vandaag niet heel bijzonder uit. Maar ik ga het toch maar even laten zien. Oké. Nou, het is best wel donker in mijn kamer. Want het is weer lekker grauw buiten. Love it. Maar in ieder geval, ik heb deze trui aan van de H&M. Deze broek van Topshop en mijn Dr. Martens eronder. Dus ik zie er weer erg saai uit. Maar ja, ik ga toch naar mijn oma. Dus dan denk ik van ja, ga ik niet helemaal mijn best doen op mijn outfit. Dus ik ben weer thuis en mijn nageltjes zijn gedaan. Super blij mee. Nu ga ik een video opnemen, want ik heb vandaag een pakketje binnengekregen. Dus daar ga ik een video over filmen. Ik heb hier ook nog 2 pakketjes liggen. Die zal ik straks even aan jullie laten zien wat daarin zit. Die ga ik niet in een aparte video doen. Die wil ik gewoon even in deze vlog laten zien. Dus dat ga ik zo meteen aan jullie laten zien. Maar ik ga eerst zo meteen even de video opnemen. Oké, ik ben klaar met filmen. En ik heb nu 1 item aan. Van de shopblog. Dit is een pyjama en het zit zo lekker. Oh my god, ik ben echt super blij. Maar in ieder geval, ik ga jullie even die andere 2 pakketjes laten zien. Dus ik ga jullie even neerzetten hier. 1 pakketje had ik stiekem al opengemaakt. Want ik was te benieuwd en ik wist namelijk niet waar dit pakketje van was. Dit is een pakketje van Rebro Cosmetics. Dat is eigenlijk gewoon een soort PR-bureau volgens mij. En daarvan heb ik een Colab Dry Shampoo Active gekregen. Dit dingetje heb ik erbij gekregen. En dan heb ik hier in de doos de droog shampoo. Ben ik super blij mee, want ik gebruik namelijk altijd droog shampoo. En mijn haar wordt altijd heel snel vet. Er staat Amazing Oil Absorption Without White Residue. Oh, dat is echt fijn. Weet je wel dat je als je droog shampoo spuit, dat je allemaal wit op je hoofd hebt? Nou, dat heeft dit dus blijkbaar niet. En wat ik ook echt heel erg leuk vond, ik heb er namelijk ook nog een dopperfles bij gekregen. Deze. En deze wilde ik toevallig al heel graag hebben, want ik vind dit een heel leuk kleurtje. Ik heb altijd een dopperfles bij me. Ik vind dat gewoon hele chille flessen om mee te nemen. En ja, dus ik ben echt heel blij dat ik deze heb gekregen. En wat ik er ook nog bij heb gekregen zijn Invisibles. En zoals jullie misschien weten, er zit er ook in op mijn arm. Gebruik ik die ook altijd. Dus dit is echt wel een heel leuk pakketje met allemaal dingetjes die ik ook echt daadwerkelijk gebruik in mijn leven. En dan nog een pakketje. En ik weet wat dit is. Dit zijn namelijk mijn nieuwe Daniel Wellington horloges. Die ik heb gekregen van ze. Dus dat is echt heel erg tof. Oh my god, wat leuk. Oké, hier moet ik eerst even een foto van maken voordat ik het aan jullie ga laten zien. Zo dom, ik had hem gewoon al lang aan jullie kunnen laten zien, want ik maak het namelijk helemaal niet kapot. Halleluja! En dan hebben we hier het horloge. Super mooi. Ja, dit is het horloge wat ik heb gekozen. Ik heb dit keer voor een zwart horloge gekozen, want dat had ik eigenlijk nog niet. Dus dat is echt heel tof. Wauw. Ziet er echt heel mooi uit. Dit noem ik oprecht wel echt een perfect Valentijns cadeau. I mean, kijk alleen al hoe het is ingepakt. Dat wil je toch? Ik ben net terug van dansen. En het ging echt, ja, het ging eigenlijk best wel lekker vandaag. Het ging wel goed, dus dat is wel heel erg chill. Maar nu ga ik even douchen, want ja, ik heb het koud en ik wil gewoon even lekker douchen. Good morning, het is vandaag donderdag en vandaag ga ik de video
opnemen samen met Ivar voor onze cover. Die komt trouwens morgen online op zijn kanaal. Dus ik zet even een linkje in de beschrijving van zijn kanaal. Ga daar zeker even op abonneren, zodat je die video ook niet mist. Ik ben er namelijk heel trots op. Het wordt echt heel cool, denk ik. Dus ja. Oké, even de outfit of the day voor ik het vergeet. Nu denk je waarschijnlijk echt, bam, super outfit. Maar hieronder zit nog wat. Namelijk dit superleuke glittertopje. Deze komt van, ja, ik weet het niet meer. Ze hebben hem in ieder geval, het is een namaak van die van Brandy Melville. Dus ja. Volgens mij kan je deze ook op AliExpress kopen. I don't know. Een zwarte broek met deze riem van de Primark. En ja, dat was mijn outfit. Wel all black, but I love that. So, ja. Oh ja, en de broek is trouwens van Topshop. Ik ben weer bij Ivar thuis. Yay! En de hele woonkamer is verbouwd. We hebben alles helemaal leeggetrokken voor dit minimalistische setje. Dit is de eerste keer dat ik eigenlijk een conceptje bedenk dat we een beetje een toneelstukje gaan uitspelen. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. Oh, we zijn klaar! Yeah. En nu ga ik alweer naar huis. Ja, het was even 70 shots maken. En ja, en dan weer gaan. Maar ja. Vind je het eindresultaat? Ja, dat weet ik nog niet. Nee, oké, maar van de audio. Nou, de audio van de, ja, echt heel tof. Hij komt morgen online. Hoe laat? Om 4 uur op mijn kanaal. Ja. Nou, de tijd is aangebroken. Ik ben aan het inpakken voor New York. Zo spannend allemaal. Maar goed, het is een beetje stress. Want ik ben het weekend weg. Dus ik moet nu alles inpakken. En dat is best wel stressvol. Dus ja, ik ga nu inpakken. De camera viel bijna uit. Maar goed, ik heb hier een lijstje gemaakt met wat er allemaal mee moet. Het lijkt nu heel veel, maar het zijn allemaal losse dingetjes. Qua kleding heb ik het eigenlijk al wel ingepakt. Ik heb best wel weinig mee. Ik heb gewoon voor elke dag een outfit. Dus ik ben super trots op mezelf. Maar ja, wat ik dus net al zei. Ik ben dus dit hele weekend weg. Morgen slaap ik bij een vriendin van me. Zaterdag vooropleiding. Dan zaterdagavond ben ik thuis samen met Sabrina. Dus dan kan ik nog wel iets inpakken. Maar het grote gedeelte moet ik nu gewoon bij elkaar hebben gezocht. Dus dat ben ik nu aan het doen. En ik ben mega moe. Ik weet niet of jullie dat aan mij zien. Maar ik ben echt kapot. Ik ben zo moe en ik weet niet eens waarvan. Maar ik ben echt heel erg moe. Oké, nou echt super chill, want ik heb dus nu 1 kant van mijn koffer gevuld. Hij is niet eens echt gevuld, er past echt nog best wel wat dingen bij. Maar dit is eigenlijk alles wat ik meeneem. Want verder neem ik eigenlijk bijna alles mee in mijn handbagage. Maar die handbagagekoffer die blijft sowieso ook heel erg leeg. Dus ik kan gewoon sowieso nog lekker shoppen daar. Want ik heb dus die hele kant nog open. En waarschijnlijk ook nog ruimte in mijn handbagage. Dus dat is wel echt heel erg chill. Hier ga ik alleen nog maar wat, mijn pyjama moet er nog bij. Er moet nog 1 broek bij. Misschien alleen nog wat opladers en dingen, dat ik dat nog hierin doe. Maar ja, dat is het eigenlijk. Dus dat is wel echt heel erg chill. Dan heb ik het echt wel goed ingepakt, vind ik. Weet je, het is koud en ik denk gewoon na van, ja, welke kleding vind ik leuk voor op de foto? Dat is het. Dus ja, ik heb nog nooit zo weinig meegenomen, maar I'm proud. Ik wil eigenlijk nu bij deze de vlog gaan afsluiten. Misschien een iets kortere vlog dan normaal. Ik denk niet eens dat die per se heel veel korter is. Maar ik heb gewoon net even iets minder dagen gefilmd. Ja, ik wil het nu graag afsluiten. Zodat ik het nu kan editen en uploaden. En dan hoef ik dat morgen of zaterdag allemaal niet meer te doen. Kan ik dat in ieder geval gewoon loslaten. En dan kan ik gewoon rustig naar New York. Ik heb wel echt zoveel zin in. Jullie hebben echt geen idee. Ik heb zoveel zin in New York. En ik ga gewoon over 3 dagen. What the fuck. Oh, echt, New York is echt al ongeveer mijn hele leven. Tenminste, sinds dat ik weet dat New York bestaat, is het al mijn droom om daarheen te gaan.
Dus jullie begrijpen wel hoe geweldig ik het vind dat het nu bijna gaat gebeuren. Nou, in ieder geval wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vinden. Vergeet morgen niet te kijken naar de video van Ivar. De cover van ons zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie hopelijk bij mijn New York vlog.